Hallo, ik ben Sander Koenen, op het forum ook wel bekend als Sander Koenen. Ja, lekker makkelijk, dat krijg je als iemand geen naam kan verzinnen. Ik wil een deel van mijn sorteersysteem laten zien. Een deel, iets wat een beetje netjes oogt ten opzichte van het andere. Ik heb veel systemen door elkaar, dat is ook een beetje hoe ik nu leef. Als het een andere ruimte is, dan zal dat meer naar één systeem leiden. Maar tot nu toe wil ik alleen dit laten zien. Dit zijn allemaal kastjes, rakelkastjes die je bij de gamma kan halen. De laatste weken heb ik nog een paar kastjes weten te scoren. En heb ik er wat onderdelen in kunnen sorteren en migreren om het een beetje overzichtelijk te krijgen. Onderin hier heb ik bijvoorbeeld allemaal round plates, verschillende kleuren bij elkaar gesorteerd. Bars van, met stut onder of stut plus heb ik erin kunnen krijgen. Wat grotere pakjes gebruik ik soms om bepaalde of tegels of andere plates van zeldzame kleuren in op te bergen. Hoger in het systeem heb ik Technic uitgesorteerd. Dat had ik al uitgesorteerd, maar dat zat allemaal in klikzakjes in een hele grote bak bij elkaar gegooid. Dat was eigenlijk gewoon niet handig. Hier bijvoorbeeld wat grotere bakjes met gears. Verder heb je hier allemaal verschillende soorten connectoren om topbeams op verschillende hoeken aan elkaar te kunnen binden. Technic in bijzondere kleuren. Denk aan tan of groen. Is ook niet zo veel voorkomend. Andere gears, wat dunne lift arms zit bijvoorbeeld hier weer in. Dan gaan we hier omhoog, gaan we naar de grotere beams. Beams met een raar schuine hoek of in zo'n L-vorm. Pins, axles en hier en daar nog wat bijzondere kleine dingetjes die bijvoorbeeld in de stalen sets of zo zaten. Aan deze kant heb ik wat meer de bijzondere onderdelen die ik gebruik voor bomen. Denk aan dit soort stuurtjes, zeg maar. Die mag gebruikt worden, kunnen worden als basis voor om stammen te maken. Van die bruine kraantjes, noem ik het altijd, tabs. Voor mij op Picklink. Ook hierin, ook hier bijvoorbeeld bijzondere kleuren in grote bakjes. Dit is dan Transmedium Blue. Hier heb ik dan weer teal of Dark Turquoise, noem maar op. Ik heb bovenin nog vlammetjes, Glow in the Dark bars. Die had je al eigenlijk ook daar gekund, zie ik net. Maar zie maar, ik kan ze wat verspreiden. Hinge plates. En verschillende soorten kleuren hoofdjes. Die heb ik ook op een of andere manier weten te bemachten. Nou, die zitten dus daar. Weer naar beneden heb ik bijvoorbeeld allemaal kristallen en diamantjes van verschillende kleuren. Ook allemaal op kleur gesorteerd. Dat is wel een beetje het ding hier. Alles op kleur. Hier beneden heb ik bijvoorbeeld wat meer gouden onderdelen. Pearl Gold. Daar heb je op een gegeven moment ook heel veel verschillende onderdelen van. Dus heb ik hier bijvoorbeeld bekertjes, hartjes van de Ninjago serie heb ik hier. Oh, dat zijn van die ski-stokjes, die zaten bij de Big Ben. En dit zijn weer van die droid armpjes die ik ook weer op een of andere manier veel heb kunnen bemachtigen. Dat heb ik ook zo allemaal uitgesorteerd. Hier heb ik bijvoorbeeld bijzondere onderdelen Dark Azuur. En hier bijvoorbeeld weer, een wat grotere bak, maar gebruik dan als een beetje als rommelbakjes voor dit soort onderdelen. Bijvoorbeeld leuk voor space. Even kijken. Dit soort onderdelen. Leuk als reclamebordjes. En soms van die onderdelen waar ik denk van moet ik dit ook nog bij de Transblue opleggen of apart. Van een set afkomstig. Dat soort rommeltjes die vind je erin. Soms heb ik ook wel eens wat kleinere bouwwerkjes in een mok
die ik heel wil houden. En die doe ik dan ook vaak in dit soort grote bakken. Verder, wat heb ik nog meer? Hier beneden komt toch weer bij aan bij de clips, droidarmpjes. In allerlei verschillende soorten kleuren. Touwtjes heb ik ook. Met van die stuts eraan. Kijken. Nou, hier bijvoorbeeld nog een ander voorbeeld. Met allemaal ja, skeletarmpjes. En ja, dat zijn van die oude palmboom dingen, maar dan in een andere kleur. Oh ja. Minifiguur brackets. Heel veel van. Zo gebruik ze eigenlijk niet, maar ja. Ik heb ze. Onderin, ja, inderdaad ook weer dark orange tiles, onder verschillende soorten formaten, behalve de 1x2, want daar heb je heel veel van, dus je hebt weer apart. Weer zo'n rommela, en meer aan deze kant, dan komen we weer bij de minifiguur onderdelen, voornamelijk in accessoires van thema's. Hier bijvoorbeeld eentje, nou, dit is dan de oude castle, oude castle schildjes en eventueel andere accessoires. Ik heb inderdaad gewoon oud castle en een nieuw castle accessoires gescheiden. Maar dat heeft meer te maken met mijn geweldige kleuren slechtziendheid die ja, toch die twee kleuren grijs door elkaar haalt. Dus daarom heb ik het ook op kleur gesorteerd. Kijken, ja, bijvoorbeeld een bakje met ja, turntables. Heel bakje vol van. Chroom, dat is ook weer iets wat je een bakje geeft. Even kijken, wat is er nog meer? Nee, deze gaat er bijvoorbeeld al heel slecht uit. Dus die gaat er lekker zitten. Maar ja, hier is bijvoorbeeld een mooie. Met, ja, ik noem het altijd van die ninja touwen. Ja, ze zijn geïntroduceerd bij de ninja's. Hekjes. Of ja, je kan ze ook gebruiken voor tralies voor ramen. Dit zijn van die telefoontjes, telefoonhengsels, andere hengsels, nou, een beetje sleutelspace. En hier onderin heb ik dan een paar grote bakken met waaronder voedsel en bijbehorende dingen. Denk aan bekers, theepotten en borden. Die kijk er heel slecht uit. Kijk, ik kom wel. Dieren, eigenlijk voornamelijk de kleine dieren. Ik denk dat het grootste wat hierin zit is denk ik hond of geit. De grotere dieren heb ik ergens in een laadje, gewoon ergens opgeborgen. Maar hier zitten dus voornamelijk ratten in, kippen, slangen, schorpioenen. Heel veel. En zoals die kijken wel slag komt. Mooi voorbeeld. En dan heb ik bijvoorbeeld ook een heel groot laadje gebruikt voor castle, ramen en deuren. Ik heb zelfs ook de nieuwe variant. Heb ik er ook maar één opgeborgen. Dus allerlei verschillende kleuren door elkaar. Gewoon als je toch verschillende huizen gaat bouwen, dan kun je uiteindelijk toch meerdere kleuren kozijnen te wel gebruiken. Met uiteindelijk die, ja. Ruitvormige raampjes. Dat is een deel van mijn sorteersysteem. Heb ik nog een paar andere soorten bakken die ik gebruik. Waaronder deze van de Action. Action is tegenwoordig ook niet meer, maar die heb ik toch wel redelijk ingekocht voor onderdelen. Nou, hier heb ik dan bijvoorbeeld inverted slopes in het zwart in. Dat heb ik eigenlijk ook maar weer gescheiden van de normale slopes, want dat werd weer te veel. En ik gebruik ook, nou ja, je ziet ze hier in principe al, maar dit soort bakjes. Hier zitten dan deze modified bricks in. En dan heb ik nog bepaalde schuifladers die ooit van postkantoren zijn afgekomen. Nou ja, jullie weten allemaal wat er met postkantoren zijn gebeurd. Dus die zijn op een gegeven moment bij ons terechtgekomen. En die gebruik ik eigenlijk voornamelijk voor sets. We hebben een aantal voor losonderdelen, maar
Ja, voor sets zijn ze toch handiger. Ja, dit was even heel snel mijn sorteersysteem en een deel van mijn Lego / slaapkamer bij deze. Tot een volgende keer.